Ja, lieve mensen, welkom. Daar zijn we weer. Wat vooraf ging in de vorige aflevering, is dat ik alles fout voorspelde. Wat betekent ontzettend veel verlies. Maar eerst, jij kan abonneren als je het niet gedaan hebt. En vind je het nog leuk om voor de kerst een cadeautje te halen voor je familieleden, voor je broertje, voor je broer. Of ook gewoon voor je zusje, die ook gewoon keihard wil zuipen. Koop het Kutfluencers drankspel. www.frankslotta.nl. Koop het. Nu. Voordat het uitverkocht is. Dus doe het. Nu. Die jongen krijgt nooit een meisje, man. Kan je vergeten. Een abonneer, want 80.000 abonnees voor 2023. Dat zou ik fantastisch geil, leuk, lachen vinden, lieve mensen. En moet je trouwens even kijken. Ik heb bijna van die tyfus. Hoeveel kaars moet ik nog? Ik heb er nog 70. Nou, dat ga ik sowieso wel redden. Eventjes naar de transfers, want we hebben hier... Kijk, zo die Bruno Bruins zal ik even erbij halen. Die hebben we 3 keer volgens mij. 4 keer zelfs. 3 keer. Nou, hier hebben we dus wel echt een goede, solide 1,5 miljoen verlies op gemaakt. Os is weg. En deze gozer, nou, die is nu echt... Ja, die is nu echt... ontzettend veel waard. Dus die hebben we weer precies op het verkeerde moment verkocht. Als ik ergens vertrouwen in heb, lieve mensen. Als ik ergens het gevoel van heb, nou, deze gozer, die moet het gaan doen. Dan is het of Boval, die ik ook weer voor veel te weinig heb verkocht. Eigenlijk is alles misgegaan. Maar, wat heb ik dus gedaan? Wat leek mij dus handig? Toch Griezmann even 2k aankopen. Dus deze verkocht voor 1040. Die is nu... Nee! Tyfus! Die is 1500! Oké, dat is lijp. Die hebben nu al 500.000 winst op. Dus daar hebben we gewoon 3 miljoen een soort van hierin staan. Ja, hopen dat Frankrijk wereldkampioen wordt. Ik hoop het juist niet. Ik hoop juist dat Marokko doorgaat. En ik hoop dat eventueel Messi dan wint. Ook al had Messi ruzie met Wout. Maar om het even erbij te halen. Kijk, Frankrijk speelt natuurlijk tegen Marokko. In allebei. En Argentinië speelt tegen Kroatië. En Kroatië is ook echt een kutploeg. Die Modric, jongen. Dat is echt, daar zit je... Moet ik niet doen voor de camera, maar dat is echt fantastisch. Die is zo goed, zeg. Godverdomme, hé. Echt een belachelijk goede speler. We hebben weer goed gegokt en we hebben weer kaart verloren. En hopen dat Griezmann wint en doorgaat tegen Marokko. Want dan heeft hij 5-star, 5-star. En dan spelen ze tegen Argentinië in de finale. Ja, en dan wordt het heel interessant. Dus ik hoop gewoon nog wat lekkere spelers te pakken. EA brengt dan weer zo'n pakket. Dat is natuurlijk fantastisch, zo'n pakket. Dan heb je natuurlijk weer lekkere spelers die je kan pakken. Een icon nu! Achie, fuck! Fuck! Oh, fuck! Dat kon zoveel beter. Oh, fuck! Ziek zeg, ja. We hebben natuurlijk... dit is allemaal natuurlijk weer untradable, lieve mensen. Dan hebben we natuurlijk weer helemaal geen tyfus aan, lieve mensen. Maar we hebben wel een eikentje gepakt. En dan vraag je natuurlijk af, is dat echt een garantie voor spektakel? Blijf je dan die packs open? Nou, ik moet zeggen, als ik bij de eerste gelijk een eiken pack, dan blijf ik hem ook wel even open. Dat lijkt me wel voor lachen. Ook is wel natuurlijk het ding, je krijgt er geen coins uit. Dus ik heb coins nodig en ik open zulke pakketten. Het slaat nergens op, maar ik blijf het wel even doen. Als ik een eiken eruit krijg, kom op, dan wil ik het nog een keer proberen. Nou, jammer. Mbappé. Modric. Wat een pornokaart, lieve mensen. Ongekend. Heerlijk. Oké, nog 1 keer. Weet je, we krijgen toch walkouts aan de lopende band. Geef me dan nog even een walkout, joh. Doe even leuk, man. Gozer. Gozer, geef me er nog 1 dan. Ja, komt hij weer. Frankrijk, Mbappé. Loris, sorry. Gozer. Weer walkout. Messi. Fico, Jesus. Hakuna Matata, lieve mensen. Oh, die heeft toch een speciale kaart? Oké, nu ben ik wel klaar met deze spelers. Hey, Ultimate Pack. Nu Ultimate Pack. Wel weer een walkout, dat is wel lekker. Duits. Och, jezus. Fucking humos. Is hij 85, ja toch? 84 zelfs. Jesus Christ, ja. Oké, nou dit is dus helemaal niks. We gaan zo nog packjes openen, want we kunnen een best wel goede score halen, lieve mensen. We kunnen voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we rank 3 halen. En dat heb ik volgens mij alleen met mezelf, heb ik dat niet gered. Dat betekent dat we nu 3 losses hebben. En we moeten nog 2 potjes spelen. 2, zeg ik u. Dus dat gaan we even doen en hoop op het beste. 2 wedstrijden nog. Alle 2 winnen en we zijn er. Dit is ons team. Eusebio. Danjuma. Steven Berghuis. Davy Klaassen. Wijnaldum. Het is eigenlijk puur een tradable. We hebben Timber achterin gegooid. Omdat ik dat gewoon lachen vond, lieve mensen. Ik vond het gewoon lachen. Ik vond het hilarisch. Laten we het dan ook gewoon doen, gozer. Koop deze gozer een kaart in zijn eigen goal trapt. Trapt hem in zijn eigen goal in. Oeh, we gaan bijna terug. Jammer. Betekent dat we geen enkele wedstrijd mogen verliezen, hè, lieve mensen. Danjuma! Het is een gootje die we hebben. Het is een gootje. Oh, Jesus Christ, wat een aanname. Wat een kutbal. Oh, lekker Danjuma. Hé, hey. Lekker hoor. Danjuma. Even Klaassen, let eens op. Berghuis. Ho, 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 die Berghuis, joh. Allemaal geitjes die we hebben. Allemaal geitjes, gozer. Wow, wat is gebeurd met het scherm? Wat een wereldgoal.
Wat een ongelofelijke wereldgoal. Davy Klaassen. En dit bedoel ik, Davy is altijd in de 16. Die jankt hij gewoon met zijn derde been, jankt hij gewoon erin. Of met zijn borstbeen. Weet ik veel wat hij doet. Maar hij jankt hem erin. Dat is Davy Klaassen. Maar deze gozer staat 3-0 achter. Waarom stopt hij niet? Wat een weergeloze manier van uitverdedigen. Holy Jesus, ouwe. Dit is een overtreding. Dit is gewoon een overtreding. Waarom doet hij dit niet? Dit slaat zo fucking nergens op. Gewoon weer Nederland-Argentinië al over de kennis. Zo mensen, dat was kut, hè, die scheids. Godverdomme, hé. Die Danjuma, die is veel beter dan je denkt. Die is echt veel beter dan je denkt, Danjuma. Die was vanaf het begin en die was echt tering goedkoop. Ik wil weten hoeveel die Danjuma was, maar die is echt heel goed, hoor. Hoe duur was Danjuma? 45.000. Nou, meer dan waard. Hoeveel wedstrijden heeft hij van mij? Hij heeft echt al veel wedstrijden van mij gespeeld. 108! 228. 228 gespeelde wedstrijden. Hallo. Nog één potje. Voilà, mensen. Gewoon nog één potje. De cursus Street Credibility waar u ons dan op heeft gezet. Tomori en Koundé. Nou, mensen, als ik dit potje verlies, dan hoeft het voor mij niet meer, hoor. Mensen, wereldbal. Kan niet dat de Tomori sneller is. Dat kan niet. Sorry, hij is veel te snel. Gaat hij? Oké, wat een wereldbal. Wat een wereldbal. Nee. Ziek uitgespeeld, maar die Klaas neemt weer verkeerd aan. Ja, hier word ik dus echt... Woede, verbolgenheid, wraakgevoelens. Super agressief. Ja, dit is echt heel problematisch dit, jongens. Wat is dit nou, joh? Hard doorsprinten van de guys de hele tijd. Hij gaat ook echt dwars door me heen. Dit wordt een beetje een aflevering mineur. Staat hij niet goed afgesteld vandaag? Een beetje mijn WK-voorspellingen tot nu toe. Dat wordt een beetje deze aflevering. Je moet wel een beetje geluk hebben, mensen. Anders, als je alles niet meekrijgt, dan wordt het een heel lastig verhaal. Ik sta gewoon 4-0 achter tegen echt een scheidploeg. Wat gebeurt er nou met je? Ja, ik voel blinde woede aankomen. Mensen, wij gaan voor de ommekeer. Het gaat gebeuren, dit potje. Echt waar, alles. Dit soort dingen ook. Hij doet zoveel random shit allemaal. Goed, kom aan. Goeie bal. Terug. Godverdomme. Kijk, daar gaat hij. Onze goat. We scoren. Hey, dat betekent dat de score is geopend. Weet je, het wordt nu wel een soort van, ik denk van nou, het kan nu nog een soort van spannend worden. Stel, we maken die 7, wat is het? 7-3? Ja, dan moeten we natuurlijk dat niet doen natuurlijk. Ja, nee, dan wordt het natuurlijk wel erg lastig. Kijk, hij gaat sowieso niet in het midden. Oh, nou, mooi. Dat scheelt, dankjewel. Oh, wat doet hij nou? Jammer. Waren dichtbij. Echt, nu moeten we echt. Nou, één minuutje. Ah, tuurlijk joh. Jammer, jammer, helaas. Misschien krijgen we leuke Weekend League rewards. Je weet het niet, je weet het niet. Weet je, we hebben gestreden voor wat we waard waren. Misschien krijgen we iets leuks. Wat is dit nou weer? Waarom wil ik dit? Nou, dit is wel een lekkere inval. Doe deze maar. 1-4. Waarom is dit 1-4? Omdat we geen... Oh! Jongens, deze is gewoon 250k. Meenemen. Dat is die gek. Super. Hey, goeie man. 5 zeldzame gouden space pakket 83 plus is. Wel een walkout. Immobile. Verratie. Oké, een tradable. Fantastisch. Chill. Wat deed ik nou? Het was tradable. Ik doe gewoon een ongelooflijk... Nou, jezus. Ja, ik loop weer vast. Sorry. Ja, mensen, je merkt wel aan mij dat het... Het is geen walkout. Geen MVP, jammer. Ben! Godverdomme, lieve mensen. Die Ben altijd weer op hetzelfde moment. Het is altijd weer hetzelfde. Mensen, laatste pack. Mag ik jullie bedanken voor het kijken. De groeten, de ballen. Tot ziens. Zien we elkaar bij de volgende video van Anders. Oh, dus daar zit wel. Fantastisch. Mensen, bedankt voor het kijken. Zie jullie snel. Ciao. Hoi.